Mijn interesse in het exotische en in de representaties van het exotisme. Het is een probleemgebied, exotisme, omdat natuurlijk voor een groot deel de koloniale blik vertegenwoordigt. Ja, daar ben ik zeker in geïnteresseerd vanuit mijn eigen achtergrond. Mijn vader is Indonesiër en mijn moeder is Duits-Nederlands, dus ik ben zelf gemengd. Dus ik heb eigenlijk vanaf het begin al wel een nieuwsgierigheid gevoeld om dat uit te spitten. Ik bekijk dat ook, net zoals ik zelf eigenlijk, bekijk ik mijn werk en die thematiek ook met een dubbele blik. Dus de politiek correcte en de politiek incorrecte blik vind ik beide interessant om te vertegenwoordigen. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook mijn werk binnengeslopen en is dat ook een hoofdthema geworden. Ik ben in mijn eigen kleurgebruik heel erg geïnteresseerd hoe je die beschouwende laag van de reflectie kunt inwerken in het gesatureerde gebruik van zogenaamd tropisch kleurgebruik. Kleuren die een soort belofte opwekken. En dat eigenlijk in tegenstelling tot vaak wat je ziet in de schilderkunst hier, waar toch vaak een vergrijzing en een beschouwende laag moet representeren. Ik ben vrij lang bezig met het mengen van mijn kleuren, omdat ik natuurlijk ook de kleur wil als het ware wil namaken die ik heb voorbereid op mijn print die uit de computer komt. Dat is een heel lang proces van juist koeler, juist warmer, tertiaire kleuren vinden en dat is eigenlijk wel een heel groot voorbereidende deel van mijn werk. In mijn recente werk ben ik bezig met het opzoeken van de grens tussen expliciet en impliciet wat betreft het lichaam en het naakt. Ook voor mijzelf persoonlijk, wat zijn mijn eigen grenzen, maar ook naar de beschouwer toe. Waar ligt die grens tussen iemand die opeens zich realiseert dat hij naar genitaliën kijkt en niet naar een vogelkop bijvoorbeeld. Het gebruik van de schablonen staat me niet alleen toe om het schilderij duidelijker te construeren op voorhand en vervolgens ook zo te kunnen uitvoeren, maar ook kan ik op die manier het kleuronderzoek beter in mijn werk verwerken, omdat ik natuurlijk vrij specifiek al moet weten welke kleuren waar komen en die allemaal op voorhand moet mengen. Maar ook het schildersgebaar wordt redelijk naar de achtergrond gedrukt door die schablonen. Dus het gaat er in mijn werk minder om dat mijn persoonlijk expressieve handschrift getoond moet worden. Maar het gaat veel meer dus om de representatie, de stilering, het kleurgebruik. Daar zit voor mij ook de inhoud in. My heart cries out like the storm. Voor de muurschildering in Centraal ga ik iets anders te werk dan voor het schilderij. Omdat natuurlijk op het moment dat je in de ruimte staat, je pas echt fysiek kunt zien en voelen hoe die situatie ervoor staat. Ik heb natuurlijk foto's van zo'n ruimte waar een muurschildering komt, maar dan blijft het natuurlijk nog heel erg plat en in de computer. Terwijl als je fysiek daar staat, weet je soms vrij snel van, ah nee, dit moet anders of dit element moet toch daar en niet daar. Dus dat laat ik wel dan over aan dat moment dat ik daar fysiek zal staan. Je ziet in mijn nieuwe werk dat er eigenlijk elementen uit mijn vroeger werk terug aan het komen zijn, zoals florale motieven en het ornamentale, ook het decoratieve. Wat natuurlijk nooit echt is weg geweest, maar ik beschouw mijn ontwikkeling eigenlijk meer als cyclisch dan als lineair en niet eens cyclisch dat iets steeds opnieuw op een bepaald moment terugkomt. Maar natuurlijk herbezoek je je eigen werk ook vanuit je interessegebied, vanuit zaken die zich aandienen. Dus ik vind dat in deze fase van mijn kunstenaarschap juist heel interessant om ook terug te kunnen kijken en open te staan voor zaken die ik destijds van belang achtte en die nu opnieuw aan belang winnen.